Ja, ik heb net zitten kijken, zeg. Hele slechte wedstrijd, by the way. Oh, wat een slechte wedstrijd. Dat PSV Ajax de eerste helft. Dat was niet te hachelen gewoon. Die eerste 40 seconden. Heb je dat gezien? Die bal die ging gewoon maar een beetje en breed en breed. En nog eens een keer breed, er gebeurde helemaal niks. Dat is dan toch geen energiek begin van een grote topper in de Eredivisie. Ik denk dat die gasten die hebben allemaal last een beetje van het Frank de Boer-syndroom nog. Jongen, hij ging maar rustig aan en een beetje tactisch lummelen. Als je dat dan vergelijkt met Engeland en de energie en de spirit die daar vanaf spat. Gewoon, dat is het gelijk vanaf de eerste minuut. Boom, dan vliegen beide ploegen erin. Dat gebeurde toch helemaal niet met deze wedstrijd. Nou, daar begon het dus al mee, die PSV Ajax. Nou, en daarna kregen we natuurlijk het hoogtepunt van het geblunder van de arbitrage. Ja, nou, ik bedoel, hoe is het mogelijk allemaal? Die Daily Blind, die dus daar met al... Bal op lijn. Toch een beetje eroverheen. En weer naar binnen. Allemaal dat gedoe. En die grensrechter, die kijkt daarnaar. Die staat gewoon zo, met zijn vlaggetje in zijn hand. Die vlag dus niet. Die vlag is dus beneden. En die kijkt daarnaar. En die ziet niks. En die laat het gewoon doorgaan. En iedereen heeft dan al gezien, bijna, ook de tv-kijker, die bal is uit geweest. Ja, maar nee. We laten doorgaan. Ajax scoort, 2-1. En daarna komt de VAR. De VAR die gaat daar werkelijk minuten zitten studeren op allerlei beelden, allerlei hoeken en gaten, en noem het allemaal maar op. En die zeggen, nee hoor. Die bal is niet uit geweest. En daarna krijgen wij beelden te zien allemaal. Van bovenaf ook. En daar zie je gewoon heel veel gras. Zo'n groot stuk gras. Er kunnen wel 2 herdershonden tussen. Zo'n stuk gras tussen de bal en de lijn. Die bal is zo verschrikkelijk uit. Maar nee. Het doelpunt wordt goedgekeurd. En dat gebeurt dan in ongeveer de belangrijkste wedstrijd in het Nederlandse voetbal. Nou ja zeg, wat een giller. En dat wordt dan uitgelegd met van, ja maar je kan het niet zeker zeggen, want het is de bolling. Het is de bolling van de bal die bepaalt of die uit was ja of nee. De bolling. De bolling, vrienden. Nou, arme bolling. Hey, de volgende keer, als ik gefotografeerd word, hè? Als ik door rood rijd, ja, want dat fotograferen ze ook maar uit één hoek. Dan begin ik ook tegen de politie. En maar luister, de bolling van mijn auto, de bolling, die was al, toen was het licht nog oranje. Dat is de bolling van mijn auto. Ja, zo kom ik van mijn bekeuringen af in het vervolg. Onthoud het, vrienden.